Carrièreplannen worden in het voetbal maar zelden werkelijkheid. Volgens het schema van Maarten was hij nu toch op zijn minst tweede keeper van Oranje. Thomas was dan wel de ster van VOC, maar hield vooral rekening met een carrière als fysiotherapeut. En ik zag mezelf eigenlijk 6 jaar geleden al ergens in Zuid-Europa spelen. Maar het carrièrepad van onze gast van vandaag liet zich nog lastiger voorspellen. Wat gependeld tussen profclubs en amateurs, dan ineens naar het Engelse voetbal, furoren maken in de eredivisie en uiteindelijk toch nog even naar de guilty pleasure van vele voetballers. De Zandbak, wat moeten wij ons daarbij voorstellen en wat levert dat nou eigenlijk op? Daar praten we vandaag over met ras Rotterdammer Nasser El Khayati. Hallo. Welkom man. Thanks man. Voetballer, ex-voetballer, hoe moeten we je eigenlijk Liever nog geen ex-voetballer man. Ik ben wel al 33 geworden inmiddels, maar tijdje transfervrij ook. Nee, kijk, het is belangrijk dat je persoonlijk zelf het gevoel gaat hebben van oké, het is klaar. Weet je? Ja. En dat heb ik gewoon nog niet. Het vuur brandt nog echt. Dat vuur brandt nog. Dat heeft natuurlijk een aantal redenen ook. Omdat als je kijkt naar hoe mijn carrière is gelopen. Het is niet van dat ik een doorsnee voetballer vanaf de 18e prof ben geweest. Ja. En dat je gewoon tot je 33ste al 15, 16 jaar achter de rug hebt. Weet je? Mm-hmm. Maar je is dan maar heel laat gegaan. Dus misschien daarom dat die honger daar nog is om nog zeker een paar jaar te voetballen. Alright. Thomas, jullie hebben een verleden in de zaal, heb ik me laten vertellen. Oh. Dat klopt toch? Ja, dat klopt zeker. Hij heeft toch niet verteld dat hij altijd had gewonnen? Ja. Ik vrees van wel, Nasser, maar daarom hebben we jou even uitgenodigd. Thomas heeft ze voor het eerst in zijn leven in het draaiboek bemoeid. En ik zie gelijk iets over de zaal staan en hij gaat helemaal glunderen. Dus dat zal wel iets positiefs over hebben. Hij wil het draaiboek zitten maken ineens. Ja, hij is ziek, joh. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is, man. Ja, dat ging helemaal de verkeerde kant op. Nee, ik voetbalde in de zaal bij de Rotterdam Studenten. En Nasser, jij speelde bij FC Salaam. En, klopt, wat een mooie naam. Ja, dat contrast kon bij groot eigenlijk. Dat waren echt mooi. En we speelden altijd om het kampioenschap met die twee ploegen. En waren volgens mij ook 2 keer allebei samen gepromoveerd. Ja, klopt. Maar jullie eerste, wij tweede. Ja, klopt. We promoveerden telkens allebei. Dus ja. Ieder jaar speelden we weer tegen elkaar. Ja, ik wil die jongen niet te veel veren in zijn reet zeker. Maar hij was in de zaal echt krankzinnig. Nee, maar dan ga ik hetzelfde doen. Hij was ook niet normaal. Ah, joh, mooi. Dit is even goed nieuws. Nee, maar ik ga het eerlijk zeggen. Het was echt mooi. Hè? Kijk, ik ben natuurlijk Nederlands-Marokkaans. Ja. En veel Nederlandse Marokkanen, die zijn technisch. Mm-hmm. Weet je, Thomas kan dat denk ik ook bij Amal zien. Dus als iemand technisch is, kom je meestal tegen die Marokkaanse jongetjes. Super goed in de zaal, maar ineens speelde tegen RS, Rotterdam Studenten, 3 broers. Ze zagen er ook allemaal zo uit. Dat kan niet zo zijn, dacht jij. Eerlijk is eerlijk. Ja, eentje was wel 3 meter. Ja. De middelste broertje, volgens mij van hem. Maar deze man, hij scoort van alle hoeken. Hoe gaan we dat nou doen? Elke keer hadden we weer erover een 8-7 verliezen, 7 keer Thomas. Ja. Weet je? Ja. En echt een aanloop, maar hij weet dat nog niet, ik ga het wel nu vertellen. Gewoon met AFC Salaam, met wie ik dus speelde met die jongens, hadden we gewoon erover, we moeten volgende week, ja. Daar is weer die linksboot, hè, die Nederlandse jongen. Hij schiet van overal, hè. Hoe gaan we dat doen? We hebben geen sterke keeper, man. Die keeper ook. Ik zeg, nee, het is niet alleen die keeper. Hij is gewoon echt goed, man. Dus we hebben echt een hele leuke wedstrijd gespeeld. Ja. Nee, het is gewoon zo ook, hè. 9-8, 11-10. Ja. Thomas heeft zich afgelopen weken elke keer hard gemaakt voor jouw komst. En we moeten die El Khayati halen. En nu begrijp ik ook waarom dit zo belangrijk was. Ja. Hij wilde gewoon er even horen dat het heel goed was. Lang geleden dat iemand zo positief over jou geweest is in deze show, denk ik. Ja, hij is heel slim. Hij heeft toch een inkoppertje gedaan. Hij zegt, ik ga niet overdrijven. Maar Nasser was echt, weet je, dan krijg je maar de bal kaatst. Nee, het was wel echt zo. En het was ook mooi, want jullie namen altijd, denk een stuk of 15 jongens uit de buurt, uit Krooswijk, namen jullie mee naar Woudenstein, zeg maar. Dat was één groot gekhuis. Dat was echt gruwelijk. Ja. Ik zat te denken, jullie hebben eigenlijk, wat jullie gemeen hebben, is dat jullie allebei later in het profvoetbal zijn beland. Waardoor jullie ook gewoon een carrière, laat ik zeggen, een baan hebben gehad voordat je profvoetballer werd. Ik heb bijvoorbeeld zelf nog nooit gewerkt buiten het voetbal. En dat geldt denk ik voor jou, behalve de afgelopen jaren. Doe je niet anders. Maar dat is toch zo? Solliciteren op een baan. Ja, ik heb een bijbaantje gehad toen ik wat 18 was. Okay. Spelen, maar verder niet echt. Wat heb jij bijvoorbeeld, Nasser, wat heb jij bijvoorbeeld gedaan toen er gewoon even geld op de plank moest komen en je nog niet voetbalde? Ja, kijk, ik ben altijd voor het voetballen gegaan. Ja. En toen speelde ik bij PSV in de jeugd. In de onder 18, onder 19. Toen kwam ik terug. Daarna ging ik naar FC Den Bosch. Ook niet gewerkt. En op een gegeven moment werd ik steeds ouder. En ik speelde wel bij de BVO's. FC Den Bosch, daarna bij NAC. Ging ik naar het buitenland. Dus Cyprus kwam ik weer terug. En toen ik terugkwam was ik 24. Ja. En dan zat ik ook heel lang zonder club. Volgens mij een maandje of 8, 9. En toen dacht ik van oké.
geen inkomen. Op dit moment ook niet voetballen. Terwijl ik echt de liefde had. Ik moet profvoetballen. Want ik weet dat ik het kan. Ik weet nog dat ik beter ben dan heel veel die daar lopen. Dus ik moet. Maar het was er niet op dat moment. Dus ik dacht, ik moet ook inkomen hebben nu. Mm. Weet je, ik ben ook een stuk ouder. En een aantal vrienden van mij waren werkzaam in de haven. En ben ik gewoon aangesloten. Wat deed je dan? Ja, echt simpel werk. De haven bestaat natuurlijk allemaal uit containers, import, export. Die komen en gaan, boten komen binnen en heb je van die stekkers. Dus als die containers op de boten moeten, als ze erop moeten laden, moeten de stekkertjes. Dus je hebt bij een container heb je vier uiteindes, vier hoeken. Ja. En in die hoeken moeten gewoon allemaal stekkers. Want het is net Lego. Ja. Dus ze moeten gebouwd worden, maar dat geeft die... Daarmee zitten ze echt goed vast, weet je. Ja. En die doe je dan erop. Dus die draaien wij dan erop. Die container komt naar beneden. En die draaien we erop. En dan gaat hij zo de boot met de kraan. En als ze eraf komen, haal je eraf. Was mooi? Dat is het enige. Was echt mooi. Ja. Het was wel heel zwaar, want ik heb ook heel veel nachtdiensten gedraaid. Ja. Dan begin je 22:15 s'avonds. Het is wel Rotterdam, maar het is gewoon 50 minuten rijden. Want je gaat helemaal naar... Hoek van Holland. Ja, achter de Europort. Dan reed ik 22:00 s'avonds hier weg. 22:45 begin tot 22:45 ochtend. Ja. Maar dat was misschien wel... Ook wel iets heel moois dat me dat zo overkomen, om eerlijk te zijn. Ja. Weet je, ik heb nooit gedacht aan ik ga werken. Niet dat ik voor het klein, te klein voor voel. Mm-hmm. Nee, omdat ik gewoon dacht, voor mij moet er een andere weg zijn. Dat is voetballen. Ja. Ik had gewoon heel veel vertrouwen in mezelf. Maar toen dat dus gebeurde en ging ik daar werken, kreeg ik naarmate de maanden voorbij gingen, dacht ik van, wacht even. Ik ben aan het werk voor een bepaald inkomen. Ik kan gewoon lekker, want ik wilde nooit naar de amateurs. Weet je, ook weer. Gewoon wel een BVO. Toen dacht ik, maar toen ik eenmaal ging werken, kreeg ik een gevoel ineens van, nu moet je het wel. Nasser, je bent keihard aan het werk. Je kan bij de amateur gaan spelen voor hetzelfde inkomen. Voor twee keer in de week in de avond een trainje en in de weekend een wedstrijdje, kreeg je hetzelfde inkomen als keihard werk in de haven. Toen kreeg ik pas dat gevoel van, oké, weet je, liet ik een beetje dat gedacht van, nee, moet een BVO, anders niet. Liet ik een beetje achterwege en toen ging ik... Maar was dat iets van trots dan in eerste instantie dat je dacht, ik wil niet naar de amateurs? Of had je het idee, als ik naar de amateurs ga, is de weg naar de profs afgesloten? Nee, trots helemaal niet. Ja, dat is het meer. Ik had echt het gevoel van, als ik naar de amateurs ga... Ik was nog niet echt doorgebroken, maar ik zat altijd wel bij BVO's. Mm. En dan denk ik van... Amateurs, terug, avondtrainingen, weet je, alles zou weer anders zijn. Weet je? Ja, in principe is dat ook wel zo, toch? Want als je eenmaal die stap terug doet, de meesten maken dan niet meer, komen niet meer terug naar het profvoetbal. Ja, ik zat er laatst ook aan te denken. Ik ga 3 maanden op reis. En volgens mij waren het daarover, Bart. Stel je bent 6 of 27 en je hebt gewoon 4 jaar, je bent gewoon een degelijke eredivisiespeler. En je zegt, weet je wat, ik wil een jaar op reis. En je komt daarna terug. Denk je dat je nog makkelijk aan een club komt? Ja, het hangt van veel dingen af, maar hoe ga je jezelf eerst fit houden in dat jaar? Ja, stel je bent gewoon niet, je wordt niet heel erg dik, maar je blijft niet trainen. Je gaat gewoon lekker reizen. Ja, ik denk dat dat wel kan als je echt een bewezen goede speler bent. Je moet wel staat van dienst hebben. Jens Toornstra zou kunnen zeggen, volgend jaar ik ga van naar Brazilië een beetje reizen trekken. En dan komt hij terug en dan kan hij echt nog naar Utrecht of naar Twente of naar ADO. Ja, ja. Ik denk dat in ons geval... Ja, in mijn geval niet. Fluiten. Ja, ik kan de proef op de som nemen, maar ik kan je wel vertellen, er komt helemaal niks. Ja, nou, voor mij is het eigenlijk beter geweest. Ik ben denk ik beter geworden doordat ik bij amateurs ben gaan spelen. Ja. Anders had ik nooit... Anders had je fysio geweest. Ja, als was fysio geweest. Met Thomas eigenlijk ook, ja. En je hebt ook eigenlijk een beetje hetzelfde werk van het ongelooflijk. Ja. En zaten we allebei in de zaal tegen elkaar te voetballen. En dan jaren later allebei profcarrière. Mooi verhaal, man. Mooi verhaal. Heeft een van jullie wel eens tegen Nasser gespeeld? Als prof? Ja. Tegen ADO. Ja. Ik niet. Maar ik heb wel op de bank gezeten. Maar je weet, als je bij Excel... Ik was dat mijn derde keeper zelfs. Dan moet je toch ook een beetje van die premies hebben. Die hadden we toen nog. En dan denk je ADO thuis. Denk je, dit kan wel eens een premietje worden. Zodat die paarden lulden 4 in. Ja, kon je er weer naar fluiten? Ja, joh, had ik weer droog brood de rest van de maand. Oh, je had maar even een berichtje kunnen sturen. Had je kunnen delen. Ja. Ja. Het was echt krankzinnig. Dat is altijd het eerste als ik jouw naam ergens bij wil komen. Denk ik al, tering, 4 goals. Dat was zo. Hoe is het verder, boys? Thomas, lekker weekend gehad. Ja. Maarten, jij? Ja, een beetje brak eigenlijk, man. Ja. Zie je het aan. Ja, zie je het aan. Ja. Jij vaar? Ja, Maarten was jarig dit weekend, dus hij heeft een feestje gegeven. Ja, man. Dat is een mooi feestje. U nog leuke grapjes uitgehaald? Ja, we hebben een wedstrijd.
Toen 12 uur zijn we, kwam zijn verjaardag. En toen hebben ik, Bart en Maarten, een van Maarten's beste vrienden, Bradley, een wedstrijdje gedaan wie hem het langst niet kon feliciteren. Dan ben je dan 30 en 34. Ja, dat vind ik maar, zo mooi. Ja. Dat is toch wel. En jij hebt het volgehouden tot de dag erna. Ja, ik heb me zeker in. Ja, ik dacht, het gaat lukken. En toen op een gegeven moment was het 4 uur 's nachts. En Maarten met zijn ogen op 6:30. Feliciteer me alsjeblieft gewoon, man. Ja, volgende dag. Toen brak de band. Dacht ik rond een uurtje of 1 middag. Hey, gozer. Ja. Van harte. Maar Thomas heeft het nooit gedaan. Jawel, nee. Thomas was 1 minuut voor 12. Gisteravond. Okay, ik heb het nog gedaan. Maar Bradley heeft het dus niet gedaan. Maar ja, dus kijk. Nas, ik denk niet dat jij... als je verjaardag viert, dat er veel gasten komen die een biertje drinken. Maar wij gaan dus naar de verjaardag van Maarten. En die geeft een feestje voor, denk ik, een mannetje of 30. Ja, dat is druk. Ja. En okay. Nou ja, hoeveel kratten bier zijn er dan komen? Ja, laat ik zeggen. Hij heeft een balkon, ruimte zat. Ik zou gewoon flink inslaan, zodat je in ieder geval weet wat er gebeurt. Er is genoeg drank voor iedereen voor de rest van de avond. Ja, dat was ook drank. Sterke drank. Nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Maarten, die had 1 krat bier. Dus voordat hij jarig was bier op. Ja, dat is denk ik een van de grootste schanden uit de historie. En wat gebeurt er? Het is nog geen 12 uur. Het is 11:30. Ik donker buiten, storm en winter. En Thomas en ik kijken elkaar aan van ja, ik zal nog wel een biertje lusten, maar het is leeg. En toen zijn wij, Thomas en ik, door weer en wind al lopend over straat naar mijn huis gegaan om daar een krat bier tevoorschijn te halen en weer terug naar jouw huis. Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee, als je het zo vertelt, dan kom ik er niet lekker vanaf. Daar ben ik het mee. Maar mijn verdediging, ik heb best wel feest gegeven. Er wordt eigenlijk bijna nooit bier gedronken. Dus ik had fucking veel sterke drank. Waar ik zelf daar wel het nodig van gehad heb. Maar ja weet je, sorry, ik zal er proberen van te leren. Weet je. Als ik het zo terughoor, dat is, ik ben er niet trots op. Was het niet in de bonus? Of? Nee, dat mag niet meer tegenwoordig. Er zijn altijd andere kratjes in de bonus. Er is altijd wel iets. Maar, nee. Ik was met stomheid geslagen de avond. Ja. Hoe oud ben je geworden? 27. Kleine jongen nog. Ja, ik ben nog jong. Maar was het wel leuk, toch? Was leuk. Ja, ik heb het naar mijn zin gehad, over het algemeen. Leuk dat jullie er waren. Leuk verhaaltje ook, dankjewel. Oké. Dan, Nasser. We gaan het zo meteen over het spelen in Qatar, in het Midden-Oosten. Maar wij hoorden jou iets zeggen, een tijdje geleden was het bij ESPN of zo. En ik vond het wel interessant. Dat ging over de trots van Marokkaanse spelers, van Nederlands-Marokkaanse spelers. Dat kwam voort uit, was een incident. Ik denk dat het over Yataren of Tananen ging. En eens in de zoveel tijd is er een keer een incident, regelmatig met spelers van Marokkaanse afkomst die geschorst worden door een club of daar gebeurt iets. En jij reageerde daarop en zei, weet je wat het is? Het is de trots van Marokkanen. Wij kunnen niet tegen kritiek, voegt hij eraan toe. Dat klopt toch wat ik zeg? Ik heb dat zeker gezegd, klopt. Ja. En, heb je veel reacties op gehad, denk ik? Ik heb wel veel reacties geloof op gehad, ja. Ook veel van Marokkanen die niet blij waren. Ja? Wat dan? Nee, ik viel wel mee. Landverrader. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Kijk, als je... Volgens mij heb ik dat toen ook gezegd. Als je bijna altijd... Het komt ook uit iets goeds. Ja. Want ze zijn eigenlijk altijd een van de betere. Mm. Weet je, dan heb ik nog zachts uitgedrukt. Als je gewoon gaat kijken. Ik denk dat jullie allemaal wel hebben gevoetbald. Ik wil naar jullie zelf vertalen. Meestal als je een Marokkaan in je team hebt. Is hij meestal super technisch. Als hij het meest technisch is. En misschien ook nog wel de beste. Alleen vaak ontbreekt het dan aan de mindere. Aan rendement. Ja. Maar die het een beetje combineren. Ja, die zijn gewoon een van de beste in het team. Daar, het komt een beetje daar vandaan. Ja. En ook een beetje van hoe we zijn opgegroeid. Ik zeg veel, want ik heb het zelf meegemaakt. Ja. Straatjongen, zaalvoetballen, straatvoetbal. Altijd de beste willen zijn. Ja. Elkaar willen opeten. Het is nog spannender dan Champions League, soms. Op straat. Nu niet meer, het is nu echt helemaal veranderd. Maar minimaal 10 jaar geleden, pleintjes zaten helemaal vol. In Rotterdam, of je dan in Noord was, of in West, of in Zuid. Ja. 8-9 teams. Weet je, als je had verloren, kon je beter naar huis gaan. Zo lang duurde het. En het was gewoon echt superleuk. Maar daar ontwikkel je wel ook het best. Alleen, dat neem je dan ook wel weer mee. Ja. Weet je, dus dan, sommige jongens die eindigen dan bij een BVO. En op een gegeven moment zijn ze een van de betere. En als ze eenmaal kritiek krijgen, zijn ze dat niet gewend. Omdat Thomas zei terecht net met zaalvoetballen. We kwamen met 15, 20 toeschouwers. Maar die deden onbewust iets. Die maakten iets onbewust aan. Ja. Zeg maar bij ons spelers. Ja. Wat eigenlijk niet goed was. Uh-huh.
weet je, door te zeggen, kom aan, jullie zijn de beste. Oh, wat een goal. Oh, wat een actie. Oh, wat dit. Weinig kritiek. Op een gegeven moment voel je zo superieur aan jezelf. Snap je? En week in, week uit wordt het steeds meer en meer en meer en meer. En dat is eigenlijk goed. Op dat moment voor zaalvoetbal is het nog wel oké, 50-5. Weet je, het is totaal anders. Het bestaat alleen maar uit techniek. En weet je, daar zijn ze helemaal de beste. Mm. Maar op veld heb je toch te maken met een groep. Ik zeg altijd, het is meer dan voetbal. Weet je, het is gewoon echt een school. Je hebt een leraar. Je hebt een, weet je, je leert in samenhang van de rest van de spelers. De technische staf, de hele club eigenlijk. Weet je, je hebt een hele verantwoordelijkheid ook. Ja. Iedereen kijkt ook naar je. Ja. Dus dan is het wel weer anders. Maar als je hem dan... Als je dan een kritiek geeft op zo'n jongen, en ik heb er zelf ook heel lang last van gehad in mijn vroegere jaren, dan voelt hij zich, hoe moet je dat zeggen, dan voelt hij zich zo aangevallen. Maar is het misschien niet ook, aangevallen. Zeg maar wat je net zegt, hè, die jongens die komen kijken, die je helemaal ophemelen, die geven ook weinig kritiek, zeg maar, als het niet goed gaat. Dus je bent ook binnen je eigen gemeenschap niet echt gewend. Ja, om kritiek te geven en om kritiek te krijgen. Dus dan is het misschien ook anders. Kijk, thuis heb je sowieso niet echt die controle van... Hey, hoe was het vandaag? Hoe heb je gespeeld? Echt inhoudelijk. Ja. Weet je, alles is gewoon een beetje globaal. Dat is de sfeer thuis. Dat is de sfeer thuis. Ja. Dus je komt gewoon thuis en hoe was je dag? Oké, leuk. En gewoon orde van de dag. Uh-huh. Maar er wordt niet echt inhoudelijk gesproken over hoe je voetbalwedstrijdje was. Ja. Weet je? Vond je dat jammer? Ergens wel, maar aan de andere kant, weet je, je kan ook niet verwachten, bijvoorbeeld van mijn ouders, we waren met zevenen, weet je, thuis, super druk, mijn vader werkte keihard, mijn moeder had, als een beetje tijd had, was het 7 kinderen opvoeden, weet je, en wat iedereen aan het doen was, dat was bijna geen tijd meer voor, weet je, dus... jammer niet, weet je. Als je dat teruggedraait, kan het ook gewoon niet. Bijna niet anders. Maar dat verandert wel nu. Zeg maar, generatie op generatie is dat wel... Ja, zeker. Kijk, als je nu kijkt... Kijk, al onze ouders waar we het nu over hebben met dit probleem... Dat waren natuurlijk net als mijn ouders. Die zijn hier naartoe gekomen, weet je, als immigranten. Gewoon lekker werken voor een betere toekomst. Ja. Oké, we zijn hier allemaal geboren, kinderen gekregen. Maar wij nu, dus die nieuwe generatie, die zijn hier geboren. Weet je, die weten wel hoe de vork in de steel zit anders. Weet je, op een andere manier. Bijvoorbeeld als ik nu naar mijn kleine kijk en ik denk als je later wat ouder bent, jongen. Ik ga je alles vragen. Ik zal overal met je meegaan als je wil voetballen. Ja. Leuk, als je niet wil, ook goed. Ja. Maar als je dat gaat doen, weet je, dan kun je ook met hem bezig zijn. Omdat ik ook nodige ervaring daarin heb. Maar als je dat niet hebt, zoals mijn vader, dan kun je hem ook niet verwijten nogmaals. Nee, want door hem hebben we allemaal nu een mooie toekomst. Dus dan is dat lastig. Ja. Maar het is natuurlijk altijd moeilijk om een beetje om het generaliseren. Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Thomas zei net ook terecht. Kijk, dat kritiek ook. Kijk, we hebben allemaal vriendengroep. Ze zijn altijd de grote getalen. En als je daar alleen maar complimenten krijgt en geen kritiek, is gewoon zo. Want dat gebeurt. Gewoon eerlijk in. Ja, dat gebeurt. Ja. Het gebeurt als we hadden verloren, lag het nooit aan mij. Ja. En dan, dat is iets waar ik in daar groeit je ego een beetje. Daar groeit je ego een beetje, dat is wel interessant. Maar daarom, ik wou zeggen, het is natuurlijk moeilijk om te generaliseren, maar je herkent het zelf ook. En ik was echt benieuwd waar die trots... waar dat specifiek vandaan komt. En jij denkt dat dit is daar één van de redenen van. Dit is één van de redenen van. En natuurlijk zijn er ook zo kanttekeningen. De andere kant van de medaille is ook dat wij vaak het gevoel hebben dat we altijd 3 keer zoveel meer moeten bewijzen. Ja. Dan een gemiddelde Nederlandse jongen. Ja. Wat misschien niet echt onterecht is, toch? Mm-hmm. Ja, want ik heb het ook vaak onder ogen gezien dat het ook echt gebeurt. Ja. Alleen, kijk, waarom ik dat dan roep is omdat je, daar heb je geen invloed op. Ja. Weet je, kijk, als een Marokkaanse jongen moet je gewoon zorgen, of Turkse jongen, of Surinaamse jongen, wat dan ook, dat je gewoon ook echt dan 3 keer zoveel beter bent. Ja. Anders kom je er gewoon niet doorheen, weet je. Maar dat gebeurt wel. Ja. Dat gebeurt wel. Je moet wel altijd 2, 3, 4 keer meer bewijzen dan een gemiddelde teamgenoot. Er zijn toch een aantal trainers in Nederland die bekend zijn dat ze bijvoorbeeld goed met Marokkaanse jongens om kunnen gaan. Erik ten Hag is eentje van, denk ik. Fred Rutte staat me bij. Waar zijn zij dan specifiek goed in? Als u de enige idee daarover heeft. Als je kijkt wat voor eigenschap moet je bezitten, sowieso moet je het eerst begrijpen. Weet je, kijk wat ik bijvoorbeeld net allemaal heb geschetst over hoe we zijn opgegroeid en hoe dingen lopen. Is daar toch een degelijk verschil dan een gemiddelde Nederlandse gezin thuis, weet je? En als je dat dan allemaal begrijpt, dan wordt het al een stuk makkelijker, weet je? En kijk, je moet bij ons ook, dat had gezegd bij ESPN, dat volgens mij Ronnie Jans bij Studio Voetbal erop gereageerd. En die zei heel terecht van,
je moet ze ook proberen apart te pakken. Als er echt een harde vorm van kritiek is, wat normaal is. Ja. Want niemand speelt elke week een 10. Dus dan moet je proberen apart te pakken en even met een beter. Dat slaat meer aan dan dat je het als je in de groep doet. Dan verlies je 2 keer. Want dan, en hij kan er niet tegen omdat het in groepsverband is. Ja. En je bent hem kwijt voor de komende tijd, weet je. Ja. Maar wat natuurlijk wel... Wat, en ik ben het helemaal mee eens hoor. Dus je moet daar heel erg over nadenken. En ik denk dat het idee van je begrepen voelen, dat het ook heel belangrijk is, zeg maar. Dus dat trainen het weten. Maar... Je wilt natuurlijk ook geen precedent kweken als trainer dat je denkt van ja, ik kan nu niks meer zeggen omdat ik daarmee hou je het probleem ook een beetje in stand, zeg maar. Oh. Dus daartussen zit je altijd wel een beetje te twijfelen van. Je moet daar wel over nadenken. En ik denk inderdaad, als je daar goed bent als trainer, dan win je inderdaad de hele wereld. Want, dan win je echt. Wat ik net zeg, je verliest niks. Nee. Je kan alleen maar winnen als je ook daarmee kan omgaan. Is het soms ook niet lastig, denk ik, voor trainers? Omdat volgens mij is het best wel iets heel typisch Nederlands. Dat je vindt dat je iedereen hetzelfde moet behandelen. Ja. En we vinden dat iedereen hetzelfde behandeld moet worden. Maar bijvoorbeeld in mijn geval kan het best wel. Als ik een keer qua motivatie een dag niet heel lekker zat. En ik word even voor lul gezet voor de groep. Ja, bij mij werkte dat op zich wel een beetje. Dat ik dacht van ja, tering. Ja, heb ik gewoon gelijk. Mm-hmm. En dat zou misschien voor jou of voor andere jongens heel anders zijn. Maar ik denk dat sommige Nederlandse trainers daar dan best wel moeite mee hebben. Dat ze vinden, weet je wat, ik kan iets tegen Thomas zeggen, ik kan iets tegen Bart zeggen. Dan moet ik het ook tegen Nasser kunnen zeggen. Ja. Terwijl het voor jou, als je het op constructieve wijze wil doen, misschien veel beter is. Weet ik veel, je hebt die bespreking gehad en je trekt je even opzij van hé, luister dan, wat je nu doet is niet relaxed. Je hebt alleen jezelf ermee. Ja, maar kijk, het is wel topsport. Mm. Ja. En uiteindelijk, als het een bepalende speler is of een belangrijke speler is, dan moet je ook soms dingen door de vingers zien. Weet je? Mm. Het is niet een kantoorbaan 9-5 en weet je, het is gewoon topsport. Heel veel dingen gebeuren op een trainingsveld wat velen niet weten. Weet je, er zijn altijd ruzies hier. Heb je veel ruzie gehad in je leven? Om gelijk te lachen in de korte partij en dit. Ik heb ook een paar keer ruzie gehad bij Ado daarna, zeker weten. Maar allemaal om te willen winnen. Ja. Wat voor type ruzie maken ben jij op de training? Wat voor type ruzie maken? Nou? Uitschelden, aanvliegen? Nee, aanvliegen niet. Maar schoppen. Ja, een beetje naar binnen lopen. Een beetje schelden. Een keertje naar binnen gelopen ook, ja. Ja, maar ik was al klaar, want ik had de beslissende penalty gemist op de training. Ik kon nog goed in een korte partij. Het was zo'n toernooitje. Dat zijn de leukste dingen. Die wil ik niet verliezen. Mm-hmm. Weet je? En had ik verloren, was ik heel boos. Iedereen die het ging me praten... Met wie had je het meest aan de stok? Met Lexi, man. Lexi immers. Heel veel mensen hebben ook weer een ander beeld van Lex. Terwijl het echt ook een topgast is. Maar hij was me dus gevolgd naar binnen. En Nasser, wat is er, jong? Ik zeg, nee, niet met mij praten, man. Ik heb verloren en ik miste die penalty. En ik hoorde wat jongens grinniken. Ja, had ik ook moeite mee. Was Tommy, denk ik. Dat kan niet missen. Hè? Nee, voor mijn assistent trainer of zo. Okay, weet je. En, ja, die is naar. Als je blundje maakt de training, dat je dan mensen zo met elkaar ziet lachen. Ja, maar ik had dat dus echt... wat jij dus net schetst over jezelf. Van, als je dan kritiek krijgt, je kon er nog wel mee. Ik zou dat, heel eerlijk gezegd, jaartje of 7 geleden zou ik niet... Ik was wel stil. Ik maakte geen problemen, hè. Mm-hmm. Weet je, kijk, sommige andere jongens die maken er gewoon een probleem van. Die gaan erop in schelden. Dat deed ik dan weer niet, maar het zat me wel heel erg dwars. Ja. Dus ik ging naar huis en ik nam het mee naar huis. Ik kwam weer mee naar de club. Maandenlang. Ja. Weet je? En dat stukje begrip, als dat stukje begrip er is, het hoeft niet. Maar als het er is, heb je ook veel meer. Ja. En heeft de club ook veel meer. Want die belangen, want dan komen we weer terug op. Meestal zijn ze ook gewoon de betere. Eerlijk is eerlijk. Mm-hmm. Als je Tanana aan de praat krijgt, verkoopt Vitesse hem voor, wat is het, minimaal? Noem eens wat, 5-6 miljoen moet toch wel kunnen. Bijvoorbeeld, als hij gewoon wat hij al deed. Want we waren heel positief over hem bij ESPN week in week uit. Mm. Gebeurt er even iets? Ik weet nogmaals niet wat er helemaal is gebeurd. Hè? Dus daar, ik heb het gewoon over een algemene probleem. Mm. Wat hopelijk in de toekomst beter moet. Ja. Misschien dat ik er tijd aan moet gaan besteden. Ja, moet je doen. Jongeren werken. Soms is wel, dat is wel grappig. Ik heb een 25 in de jeugd aan gespeeld, ook met veel Marokkaanse jongens. En ik kon er altijd super goed mee overweg. Maar ze hebben, die jongens met wie ik gespeeld, dat hadden gewoon, laten we zeggen, een paar keer per jaar zo'n moment dat echt dat licht, zeg maar, helemaal uitging. Dus dat er gewoon helemaal niet meer voor reden vatbaar waren. En dat kan ik wel eens gehad. Ja, heb ik ook vaak gehad. Ja. Ik ging goed met sommen. Dus. Nee, maar dat kan ik me bij die Tanane ook herinneren. Dat die werd gewisseld volgens mij, of had rood gepakt. Maar hij wilde niet wat. En toen ging die pasveer, maar die stadions waren leeg. En die pasveer ging naar hem schreeuwen van, hey joh, flikker op, je moet naar binnen. Maar dan weet je op dat moment, dat gaat er helemaal niet in. Dus toen draaide hij zich ook om en dan zag je die complete waasveer. Ja, moet je bek houden. Mafkees. Maar bijvoorbeeld wat Maarten nu zegt, hoe zou jij daarmee omgaan?
Zo'n moment, hè? Dus hij werd gewisseld, volgens mij, toch? Ja, of had rood gepakt? Of rood, volgens mij, of gewisseld. Nee, hij moet hier wat geld af, maar... Ja. Hij ging of heel traag of hij wilde gewoon niet. Ja, ja. Ik zou het wel moeilijk vinden, man. Ja, en dan nog een keeper die zoiets tegen je zegt. Op dat moment, je bent al boos, je loopt naar binnen. Ja, ja, en het is ook nog eens fucked up dat, dat iedereen nu kon horen. Omdat ja, zeg maar het stadion is leeg. En ik vraag me ook bij hem af of zeg maar een probleem is wat door zijn cultuur is gecreëerd. Of gewoon door zijn karakter. Ja, maar daar komen we weer. Dat hoeft niet... Ja, daar komen we weer, Thomas. Ja. Maar misschien... Niet alleen cultuur, maar ook de omgeving weer. Ja, ja, nogmaals, dat, ja, ik weet niet precies wat er speelt, ja. Maar het algemene probleem, die ken ik. Omgeving in de zin van vrienden, die dagelijks gaan zeggen, je bent de beste. Bij Vitesse, je bent een van de beste, man. Die trainer kent er niks van, hij heeft gisteren gewisseld. Je bent de beste, ja. Waar heb je het over, maar, weet je? Als je dat, met deze handje nog, hè? Je bent de beste, man. Als je dat verschil dat schetst met bijvoorbeeld Bartje vriendengroep. Ik ben een keer op een verjaardagsweekend met hem geweest. En hij wordt gewoon, denk ik, 48 uur lang geroast. Dat hij niet kan koppen, dat hij niet kan aanvallen. Ja, allemaal amateurs die zeggen, hoe jij met corners aanloopt. Ja. Het is een schande, Ik word zo klein gehouden, joh. Bizar, ja. Dat is weer te. Dat is onze manier van doen. Bij de middenweg. Maar nee, ik wil nog wel, laatste ding, wat ik ben nog wel benieuwd van, zeg maar dat gevoel van dat je gevoed wordt, van je bent de beste, je moet trots zijn, bos vooruit. Wordt dat ook van door je ouders gevoed bijvoorbeeld, of is dat vooral de omgeving van vrienden? Nee, ouders echt helemaal niet. Oké. Okay. Nee, totaal niet. Totaal niet. Mijn moeder, als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf, mijn ouders, mijn vader, die vond het super leuk dat ik aan het voetballen was, maar het was ook super belangrijk om bijvoorbeeld in het weekend, gingen we dan naar de moskee om ook dingen te leren, ja. Waarom je moslim bent en voor je gebed die je dagelijks moet verrichten, 5 keer per dag, weet je. Dus ja. Dat was ook super belangrijk en daar besteden mijn ouders meer aandacht aan dan aan hoe heb je vandaag gevoetbald. Ja, mooi. Ik zat 6-0 gewonnen, 6 keer gescoord, maar ze weten niet dat hun zoon is alle 6 keer gemaakt. Ik zat te denken trouwens, je hebt het over mijn vrienden. Bijvoorbeeld, ik miste vorig jaar of 2 jaar geleden de beslissende penalty tegen ADO. Ik schoot hem via de lat over. En dan krijg ik zeg maar, in mijn vriendengroep krijg ik dan niet schouderklopjes van, jammer, kan gebeuren. Maar nee, wat doen ze? Ze gaan tot 5 keer toe die penalty delen op YouTube. En, ze zijn die bal nog aan het zoeken. Wat is dit nou met dat soort Of nee, ik kreeg een filmpje soort van op YouTube, zo'n 5 in 5 stappen, how to take a penalty. Weet je, dat soort dingen. Ja, maar dat is de manier waarop mij dat serieus. Ergens ontwikkelen je onbewust. Ja. Kijk, zo zijn jullie dus dan opgegroeid. Ik zeg dan, jullie, je bent nu al, weet je, want hoe oud ben je nu? 30. Je bent volwassen. Maar dit maak je dan misschien al mee van je vanaf je 15e, 16e, 17e. Oké, misschien niet in groeps hebt, maar als je dan elkaar ergens tegen gaat, weet je, dan ontwikkel je onbewust het juiste eigenlijk. Ja. En bij ons juist duurt het omgekeerde. Ja, dat is echt zo. En velen weten dat niet. En nogmaals, als je dan terugkomt op wat Maarten net zei, Erik, dan acht, is toch geweldig. Alright, dan gaan we het hebben over... we noemen het altijd een beetje gekscherende zandbak. Maar het Midden-Oosten, voetballen in Azië, in het Midden-Oosten. Wat vind je daarvan, dat zandbak wordt genoemd? Ja. Ja. Heel eerlijk, 10 jaar geleden was dat ook wel misschien meedoen. Maar ik ben geweest... ik vind het wel een beetje... Als je het een beetje kleineert. Ja, terwijl als je daar bent geweest, jongen, geloof me. Of dat dan Dubai is, Qatar of zelfs Saudi-Arabië is... Prachtig, hè? Ja. Prachtig. En het valt allemaal wel mee. Jij hebt bij Qatar Sports Club, klopt hè, gespeeld. We hebben even opgezocht wie daar bijvoorbeeld nog meer speelde. Serieuze club. Samuel Eto'o, Marcel Desailly, JJ Okocha. So good they named him twice, moest ik er van Bruce bij zeggen. Okay. Ik zag het in de draaiboek staan. Ik gaat hij nou echt zeggen. Dat is zo'n Bruce dus. Maar een serieuze club natuurlijk. Je zegt het net al een beetje. Kan je omschrijven hoe het leven daar uitziet? Ik ben er nog nooit geweest. Jullie denk ik ook niet in die regio. Ja, het is ja. Het leven speelt zich sowieso veel af in de avonden. Mm-hmm. Weet je, het is 8-9 maanden lang is het veel te warm overdag. Moet je echt denken aan minimaal 45, 50 graden. Ja. Het is allemaal airco. Het is airco thuis. Mm-hmm. Richting de auto even verbranden. Auto in, airco aan. Naar werk. Naar huis. Oké. Okay. Maar je traint dus 's avonds daar? Als je gaat trainen? Ja, in de zomermaanden 's avonds. En in de winter gewoon overdag. Want dan is het gewoon lekker. Hè? Gewoon lekker briesje. Is voetbal belangrijk daar? Sport is heel belangrijk. Als je het echt hebt gericht over Qatar, want ze zijn allemaal verschillend. Kijk, Dubai is een stad van een van de Emiraten. En Qatar is een aparte land. Op Saoedisch landgebied. Maar als je echt specifiek over Qatar hebt, is sport heel belangrijk. Echt in alle takken van sport proberen ze
opvallend te zijn en proberen de sport naar hun land toe te halen. Of dat dan een tennistoernooi is of wielrennen of wat dan ook. Ze proberen echt alle Formule 1. Ze proberen alles naar hun toe te halen. Dus sport is heel belangrijk, maar voetbal begint nu ook wel. Kijk, ze hebben natuurlijk een jaar of 10 geleden ons op de WK toegezegd gekregen. En sinds dat moment zijn er echt heel veel ontwikkelingen in het land. Ja. Weet je, denk aan de stadions, maar ook gewoon... ze proberen gewoon positief dingen te doen. En ze geloven ook echt dat sport een middel is om alles een beetje te verbinden. Ja. We hebben het regelmatig gehad over... Vorige keer ging het over contracten en transfers. En we deelden dat veel mensen die niet in de voetbalwereld zitten... die altijd even zeggen van... Hey, waarom ga je niet even naar de Zandbak? Ja. Waarom ga je niet even naar Midden-Oosten? Even geld pakken. Kan niet even een jaartje. Ja. Maar het is mij nooit... Ik ben niet eens in de buurt gekomen... dat iemand dat een keer aan me heeft gevraagd van... kom naar deze club. Maar hoe is dat? Hoe kom je daar terecht? Hoe wordt het contact gelegd? Ja, kijk, allereerst sowieso... kom je er inderdaad niet makkelijk. Je moet... beetje natuurlijk ook geluk hebben dat je een aantal leuke jaren hebt gehad en dat je echt opvallend goed hebt gepresteerd. Dat heb ik wel echt gezien om daar te komen. Maar het is niet altijd zo. Er zijn ook spelers die best wel redelijk gemiddeld Lindhorst. Mitchell tevreden zit daar, denk ik. Ja, maar van VVV Rosso is ook die kant op gegaan. Het zijn prima spelers, maar die hebben niet geëxceleerd in de Eredivisie. Ja, je hebt natuurlijk ook wel een beetje... Die categorie zit er ook tussen een beetje geluk. En die zullen dan ongetwijfeld ook voor een andere soort contract daar komen. Mm-hmm. Maar ik heb het echt over, als je echt goed wil binnenkomen... dan moet je echt ergens in Europa een heel goed jaar... of misschien zelfs 2-3 op rij hebben gehad. Want zo achterlijk zijn ze niet meer. Ja. Als 10-15 jaar geleden kon je er gewoon heen zonder club. Mm-hmm. Twee keer meetrainen. Hey, die heeft echt een Nederlandse opleiding. Goede paas. Hij krijgt gewoon een contract aangeboden. Ja. Het is echt heel veel gebeurd in het verleden. Het dichtstbijzijnde dat ik ben geweest is dat ik ooit op Instagram werd gevolgd door Agent Players of zoiets. Qatar. Ja, het gaat gebeuren. Toen dacht ik, daar gaan we. Maar toen kwam ik, was volgens mij op trainingskamp. Toen kwam ik bij de lunch en toen hoorde ik Roy Korts en Toto zeggen, hey, ik word ook... Toen jij volgens mij ook. Toen bleek het Michel Breuer te zijn achter het account. Nee, volgens mij, ik heb geen idee. Maar ik volg het nog steeds. Ik zie al die transfers. Ja, ga ik ook even doen. Heb je iets van misstanden gezien op straat? Of weet ik veel wat dingen waarvan je denkt dat zou met westerse ogen niet door de beugel kunnen? Kun je iets van herinneren? Kijk, het is een totaal andere cultuur. Hmm. Weet je, dus daar gaan dingen... Je kan niet verwachten dat het hetzelfde is als in Europa. Ja. Alleen... Tuurlijk heb ik wel eens gezien, bijvoorbeeld als ik langs stadions reed, dat ik werknemers zag werken op een manier, dat zijn we niet in Nederland gewend. Ja. Weet je? Zoals wat dan? Hoe is dat? Bijvoorbeeld een hele hoge ladder waar hij dan op klimt om iets te maken aan het stadion. En dat ik denk van, wat als die nu valt of zo? Weet je? Totaal geen veiligheid. Hier wordt echt een steiger gemaakt. Weet je? Alles wordt, er is een week lang wordt er gewerkt voor de veiligheid, voordat er überhaupt een probleem. Weet je? En daar is het gewoon direct naar het probleem gaan. Weet je, maar... of je daar iets aan kan veranderen. Het schijnt zo te zijn dat het nu veel beter is. Ja. Weet je, maar ik vind dat we daar te veel aandacht aan geven. Terwijl het gewoon allemaal wel meevalt. Mm-hmm. Echt. Maar, jij vroeg net, is dat dan zo in China of zo? Ja, wordt daar minder over. Want ik volg het nieuws redelijk. Ik heb bijvoorbeeld over die Oeigoeren. Amnesty volg ik veel. Ik moet zeggen, die maken daar heel veel eisen over. Je kan niet zo heel makkelijk zeggen toch dat het dan wel meevalt. Als bijvoorbeeld zo'n organisatie als Amnesty International daar gewoon constant over... zeg maar aan de bel trekt. Ja, maar ik bedoel van... we hebben het nu echt over hier in Nederland. Weet je, als we zeggen dan Zandbak over het Midden-Oosten. Mm. En wordt het afgelopen maanden... vooral laatste jaar heel veel geroepen over de mensenrechten. Mm. Dit, dat. Weet je, dat het allemaal niet goed is in Qatar. En dat bedoel ik dan. Waar is dan dat verhaal over China? Weet je, van dat is ook al heel lang aan de gang. Mm. Weet je, mensen die gewoon in kampen... omdat ze in iets geloven. Niet is omdat ze iets verkeerd doen. Zijn ze allemaal... Natuurlijk schandalig, maar daar wordt ook wel nieuws over gemaakt. En dat staat verder toch los dan van de situatie in Qatar, zeg maar. Dat snap ik. Alleen als je ze naast elkaar zet, vind ik dat er veel meer aandacht wordt besteed aan het verhaal Qatar, het verhaal Midden-Oosten, dan het verhaal China. Een vraag voor jullie. Zou het een... we hebben die misstanden dan met die bijvoorbeeld de Oeigoeren in China. Nou, je hebt de mensenrechtenproblemen in Qatar. Zou dat voor jullie een reden zijn om daar niet te gaan voetballen? Nee, ik denk niet. Ja? Ja, nee, denk ik niet. Ja, ik zit over te denken. Ik weet zelf ook niet zo goed. Dappers. Goede vraag eigenlijk. Het land zou mij niet zo aanspreken. Mm. Gewoon op basis van mijn eigen... de dingen die ik zelf mooi vind... of waar ik zelf... Nee, maar gewoon eerder vragen of omstandigheden in een land... of dat... Ja, Want ik hoor dat mensen ook wel zeggen... toch, van daar wil je toch niet mee geassocieerd worden. En zo. En ik, ja...
Het is nog best wel makkelijk om, als je weet dat je nooit in die positie komt, ja, om dan maar te zeggen, weet je wat, ik hoef geen... Dat is een goede vraag. Ook als je natuurlijk daar een serieus salaris kan opstrijken en jezelf binnen kan spelen, is een goede vraag. Ik zou me niet echt daardoor laten beïnvloeden. Oh. Ik heb ook in Zuid-Afrika gevoetbald. Dat is denk ik ook niet het meest veilige land voor iedereen. Mm-hmm. En wat jij zegt, Bart, ik denk zeg maar als je in zo'n grote stad bent, bijvoorbeeld, was jij in Doha? Dat leeft sowieso al. Die wereldsteden zijn sowieso geweldig, denk ik, om mee te maken. Je wil nu weten hoeveel Nederlanders er wonen in Doha. Ja, en het is ook toch wel mooi om juist een cultuur die misschien niet zo dicht bij de jouw is, die een beetje te leren kennen. Ja. Dus ik zou daar denk ik niet... Ik heb het al gezien. Bart, die gaat niet zo snel uit zijn comfortzone. Hè? Ik heb het gaat helemaal absoluut niet over de islamitische cultuur. Maar bijvoorbeeld, er zijn heel veel spelers die een soort wens hebben om op Bali te spelen. Dat zou mij ook niet aanspreken. Maar ik zou het wel wat vet vinden om in Mexico te spelen. Dat is een soort van persoonlijke voorkeur. Ja, maar weet ik ook wel dat niks te maken heeft met geloof. Alleen... We zijn voetballers, je bent een sporter. Je weet dat dit ook onderdeel is dat je overal terecht kan komen. Ja. Ik zag gisteren een cv van een trainer die de laatste 6 jaar heeft die zien 13 landen of zo geweest. Ja. Dat is ook gewoon, dat hoort er ook bij. Weet je? Of je dan voetballer bent of trainer. Ja. En is voetbal is daar, is dat vraag ik wel. Want voetbal is natuurlijk ook voetbal. Dus als je in de kleedkamer komt, is dat eigenlijk gewoon hetzelfde als hier in Nederland? Of is dat heel anders? Nou, eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Ja, je komt binnen, grappen over orde van de dag, voor een dag eerder. Sprak jij taal? Nee, niet echt heel goed. Ik kon me wel verstaanbaar maken, weet je. Maar ik sprak de taal niet heel goed. Nee, want ik ben dan, want als je Marokkaan bent, hebben we dus 2 dialecten, Berbers of Arabisch. En ik ben Berber. En dat is meer afgeleid van het Arabisch, wat ze daar spreken. Oh. En procentueel ongeveer, hoeveel jongens zijn islamitisch? Als je in zo'n gemiddeld team neemt. Dat is een interessante, goede vraag. Want daar wilde ik nog wat over zeggen. Nadat Chris het appje kreeg van Thomas. Dat valt allemaal dus wel mee. Weet je, natuurlijk zullen wij hier in Europa misschien een lichte voorkeur hebben. Kijk, als jij een eigenaar bent van een club daar. Islamitisch land, je bent moslim. En je weet dat als je een moslim haalt. Een speler haalt. Van waar dan ook. Dan weet je dat het wat aanpassen betreft. Veel makkelijker is dan dat ik Bart Vriends binnenhaal. Ja. Begrijp je? Dus dat noem je er ook wel eentje gelijk. Ja, dan noem ik er gelijk ook wel eentje. Maar dat is al een voordeel, weet je. Mm-hmm. Neemt niet weg dat als Bart Vriends beter is dan die anderen, dat ze jou niet gaan halen. Ja. Weet je, maar het speelt wel een beetje mee. Maar procentueel, echt heel veel niet-moslims die daar spelen. Mm-hmm. Zit vol met Brazilianen. Als we het hebben over heel die regio dan. Ja, ja. Qatar, Dubai, want ze eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Ja. Saudi-Arabië, vol man. En klopt het dat er wordt gebeden voor de wedstrijd als team? Afhankelijk van, kijk, we bidden 5 keer per dag. Gewoon heel simpel eigenlijk. Ja. Het ligt eraan wanneer het tijd is. Okay. Weet je, in de winter en de zomer zijn de tijden wat anders. Ja. Weet je, de zon gaat onder, de zon komt op. Het is allemaal een andere tijdstippen. En als het net een beetje uitkomt met de wedstrijdtijd, dan ga je ervoor bidden of erna. Gaat dat gebed ooit over het resultaat van de wedstrijd? Of over gezondheid? Over het algemeen gezien, gewoon het gebed overal in de wereld voor elke moslim, is gewoon gebaseerd op ons boek, Koran, en gewoon andere dingen, weet je. Maar je kan zeker wel smeekbedes verrichten, zo noem je dat. Smeekbedes verrichten of dingen vragen, wensen. Ja. En dat deden we dan, Okay. Maar dat is in Zuid-Afrika ook, iedere dag voor de training. We hadden christelijke jongens en we hadden ook islamitische jongens. En dan de ene keer was een christelijke jongen, die ging zeg maar voor de groep bidden. En dan was het God. En soms was de islamitische jongen, dat wisselde eigenlijk af. En dan was Allah. En dan stond iedereen gewoon zeg maar in hetzelfde kringetje tegelijk te bidden. En ik stond daar dan ook zo tussen. Maar dat is zo'n pep-up, gewoon even oppeppen. Ja, gewoon zeg maar, ze vroegen naar God zeg maar om ons veilig door de training heen te laten komen. En om ons de beste versie van onszelf te laten zijn. Dat is ook toch wel leuk om mee te maken. Nee, ik vond dat heel mooi om mee te maken. Want ik vond het vooral bijzonder zeg maar dat die twee geloven gewoon naast elkaar... gewoon in elkaar overliep eigenlijk. Ja. Terwijl de ene die bad voor Allah en de andere voor God. Dus dat hadden we dus ook, want we hadden ook een Spanjaard in mijn team en een Braziliaan. En die vonden het ook gewoon bewonderenswaardig. Ik sprak vaak met die Braziliaan en zegt, this is great. Wow, you don't know them, zegt hij tegen mij. Want ik kom dus ook uit, want je mag 5 buitenlanders per team. Mm-hmm. En hij is er één en ik ook, dus we voelen zich altijd een beetje bij elkaar. En ik zeg, but it's our religion, you know. We are all one, it's all the same. Even if I pray in Holland or here.
Hij zegt, oké, but how you are together, like you are just for one month here, and obviously it's like, you know, you are one of them. En dat was dus wel mooi, om ook te horen van iemand die dan geen moslim was, ja. maar die ook gewoon helemaal geaccepteerd is en vrij was, want hij deed dan zijn eigen smeekbedes en zijn wensen voor de wedstrijd op zijn Braziliaanse manier. En dat vond iedereen ook. En als je maar niet gelovig bent, is het vrij gemakkelijk om je daar gewoon van af te zonderen en je ding te doen. Je kan echt volledig je eigen. Want een Spanjaard bijvoorbeeld, die deed dan niks. Ja. Gewoon helemaal vrij. Kan doen wat hij wil. Thomas Vaar gaat spelen in Qatar, daar douchen zonder onderbroek. Geen probleem. Oeh, geen probleem. Met je, nee. Geen probleem, man. Want nu je dat zegt, die buitenlandse jongens die. Die deden gewoon douchen hoe ze zelf wilden. En niemand die erop let. Of, een mooie vraag. Ja, toch? Ja, dat is belangrijk. Ik zit er al een tijdje in mijn hoofd. Ja. Dat is altijd grappig. Ook bij Excelsior. We hebben het er vaak over. Een aantal jongens die zonder onderbroek douchen. En dan hadden we een paar Marokkaanse gasten. Die vonden dat ergens ook zeg maar, dan heel grappig. Maar die zeiden ook, je bent helemaal gek, man. Hij is niet Barkie. Hij is niet Barkie, ja. Niet... ja. Nee, ik persoonlijk heb er nooit wat over gezegd. Kijk, iedereen moet gewoon zijn ruimte krijgen, vind ik. Iedereen moet gewoon vrij zijn in datgene wat hij zelf prettig vindt. Mm. En dat gebeurt daar dus ook. Heb jij in Nederland ook, zeg maar, als voetballende moslim altijd helemaal vrij gevoeld? Bijvoorbeeld rondom de Ramadan, zeg ik. Want dat heb ik bij clubs wel gezien, dat daar bij sommige clubs wel een beetje verschillend mee omgegaan wordt. Ja, dat heb ik wel meegemaakt. Veel verschillend. Maar bijvoorbeeld in mijn laatste jaren bij ADO heb ik volledig de ruimte gehad. Vaak genoeg de ruimte gekregen, zelfs van onze fysio Ed. Dat ik daar gewoon lekker naar binnen kon. Sleuteltje mee. Kon ik rustig mijn gebed verrichten. Ramadan vaak van Alfons Groenendijk. Een trainingtje minder als we twee keer trainen zijn. En als je niet goed voelt, kun je na de ochtendtraining lekker naar huis. Dus het werd wel meegedacht, ja. Maar ik heb me nooit echt minder gevoeld of zo, nee. Nee. Dan, een van de redenen dat veel spelers richting het Midden-Oosten vertrekken. Doekoe, broer. Is omdat er wat lekkers, lekkers tegenover staat. Ja, veel Barkies. En iemand die dat niet onder stoelen of bank steekt, is mijn oud-teamgenoot Morahi. Laten we heel veel luisteren in... een interview met ESPN. Ja, kijk, ik ben gewoon eerlijk. Mensen gaan niet naar Saudi-Arabië om de olieindustrie te kijken of om een stap te maken naar de Champions League daarna. Saudi-Arabië is gewoon eerlijk voor elke speler, alleen financieel aantrekkelijk. En ja, daar doet elke speler het voor. En degene die zegt dat hij daar niet voor doet, die ligt dus. Je bent een van de eerste die daar zo eerlijk voor uitkomt. Dat zie je. Ja, Saudi-Arabië staat niet echt bekend om een stap hoger te maken of iets anders. Het is daar gewoon puur om het geld. En om je toekomst veilig te stellen financieel. En dat is ook de enige reden om die kant op te gaan. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Ja, dat zie je dat je dat zegt. Ja. Lekker, het is wel duidelijk, zeg. Ja, hij is duidelijk en eerlijk, maar het is niet helemaal waar. Kijk, als je die kant op kan, natuurlijk is financieel een hele belangrijke stap. Maar iedereen zit daar anders in. Ja. Kijk, Mo is ook gewoon moslim. Weet je, alleen elke moslim is ook anders daarin. Kijk, ik vond het ook belangrijk voor mij en mijn gezin. Het is mijn geloof, weet je. En ga je in een islamitisch land... dat misschien verder uitbreiden. Weet je, het wordt toch anders geleefd. Overal moskeeën, hier ook, daar niet van. Maar het is toch anders. Het is wat vrijer. Ja. Het is normaal ook, weet je. Dus dat speelde zeker ook bij mij mee. Dus financieel neemt niet weg dat ook super belangrijk was. Hey, ik ken Mo vrij goed. Ik denk dat het ook voor hem geldt. Kijk, we lichten nu dit uit en er wordt vaak uitgelicht. Maar ik denk dat dat voor hem ook, toch? Geldt trouwens. Ja. Wat, dit is misschien een gek vraag. Maar als je bijvoorbeeld zo'n jongen komt van Sparta, wat gaat hij verdienen in Saudi-Arabië? Hebben we het dan over 1 miljoen? Hebben we het over 2 miljoen? Hebben we het over... Moeilijk te zeggen. Want vriend, bij Sparta, jij weet het. Top verdienen, dat is 2,5 ton of zo. Bruto. Bruto, ja. Dat is cruciaal wat hij daar even aan toevoegt. Ja, bruto. Echt cruciaal, hè? Maar dat zijn wel... Bruto is daar ook netto, toch? Zo'n beetje. Ja, als jij hier hoort 2,5 ton, dan weet je dat je een ton ongeveer overhoudt. Weet je, misschien net iets meer, 120 of zo. En als je daar hoort 2,5 ton, is 2,5 ton. Ja. Als je daar hoort 2,5 is 2,5. En ze betalen dan nog meestal je huis en een autootje. Dus je kan ook nog eens... Mr. CFK hebben ze daar niet, denk ik. Nee, maar ja... Hoe is Mr. CFK? Die CFK die wat je daar in 1 jaar aanvult of in 1 keer meeneemt... is 5 jaar lang hier CFK opbouwen. Maar kan jij het concreet maken wat dat ongeveer inhoudt... voor een gemiddelde Eredivisie speler? Weet ik niet. Ik weet dat toen ook een Nederlandse jongen daar naartoe is gegaan. Sandro Schenk in hetzelfde team met Rahi en Youssef Eliebli van de Graafschap. Ja. Maar wat ze precies zullen verdienen. Kijk, als jij hier... Het ligt er ook een beetje aan hoe je weggaat hier. Wat ik dus daarnet aangaf. Kijk, als jij hier weggaat en je bent een oké speler geweest.
Niet echt iedereen heeft over je gehad. En weet je, je was niet echt een van de betere van de hele competitie. Een soort Sandro Schenk dus. Maar het is dus ook, dus we hebben het over Sandro Schenk, Mora. En die zijn naar Saudi-Arabië gegaan. En jij hebt in Qatar gespeeld. Maar zitten daar, ik bedoel, als ik erover praat, dan heb ik het eigenlijk allemaal over dezelfde club. Eigenlijk maar één club is, en dat is de Zandbak, zeg maar. Ja. Gewoon een regio. Ja, FC Zandbak. Ja. En in principe waar je dan ook heen gaat, dat maakt dan niet zo uit. Maar daar zit natuurlijk ook krankzinnig veel verschil tussen welk land je bent of welk club je bent. Klopt. Echt heel veel verschil. Als je, kijk, zeg Saudi-Arabië is het sterkst. Is ook natuurlijk een groot land. Ja. Weet je, Dubai is een kleine stad. Een van de Emiraten, volgens mij heb je er 7. Qatar is ook een kleine. Het zit vast aan Saudi-Arabië. Ja. Dus het is ook heel klein. Alles speelt zich eigenlijk af in Doha. Maar Saudi-Arabië is wel een heel groot land. Ja. Maar wat is het dan? Ja, zo'n Schenk, als hij, weet je, als hij daar 2,5, 3 ton netto krijgt en ze betalen alles voor hem. Mm, ja. Dat gaat hij nooit nergens krijgen. Dat gaat hij in Nederland niet krijgen. Dat is 7 ton bruto in Nederland. En die andere jongens wel technisch. Kijk, het is wel belangrijk. Die andere jongens die scoren goals. Ja, ja. Ga je natuurlijk wel wat meer krijgen. Ja. Ik las ook ergens gemiddeld zo tot 4 tot 5 keer. Zo voor een behoorlijke Eredivisie speler kan je 4 tot 5 keer zoveel verdienen in die regio. En dan gaat het natuurlijk vaak over netto. Dus zit vriend toch op een miljoentje. Dat gaat echt in de papieren ballen. Voor die papetenballen. €600.000-700.000 per jaar krijgen ze zeker wel, denk ik. Maar en dan... Dat is dan nog een club die nog was gepromoveerd, weet ik toevallig. Ja. Bij welke club... als we die zien, weten we, oké, deze gast gaat echt zwaar cashen. Maar wat is de allerrijkste club? Qatar moet je bij Al Sadd zijn, waar Xavi jarenlang heeft gespeeld en trainer was. Ja. Al Sadd en Al Duhail, waar Mandzukic zat. Nu zit Alderweireld daar. Als je zulke stappen ziet, dan moet je eigenlijk ook al genoeg weten. Kijk, als je weet international zo'n grote naam. Ja. Direct. Ja. Want je kan er wel heen gaan. Alle grootspelers zijn er heen gegaan. Dus ik heb Eto'o nog even meegemaakt, want daar was toen al gestopt toen ik kwam. Ja. Maar wel leuk trouwens. Hij zei, you know why I stop voetbal? Ik zeg, why? What's up? Because of these players here. Ik zeg, why? They make me sick. No professional. No professional. Zo, dat is de half Engels van hem. Hij zegt, 6:30 training. 6:25, you come with Ferrari. You come inside dressing room. Ik doe hem echt precies, ik citeer hem nu. Hè. You come inside dressing room, he want to tell me about voetbal. Is crazy or what? Maar toen hebben ze hem genoeg geld gegeven, is hij toch nog even teruggekomen. Ja, uiteindelijk... Dat was al dus in het nieuwe seizoen kwam ik hem even tegen. Ja. Ja. En hij was toen al gestopt, maar hij is zo'n ambassadeur uiteindelijk geworden van Qatar. En, voor het WK. Van het WK, En wat is dat ding met die Sheiks? Wordt er nog een beetje envelopjes geschoven in de rust voor de wedstrijd, na de wedstrijd? Nee, het valt allemaal mee. Ik heb wel dit ook al vaak gehoord, dit soort dingen. Hoor. Die tijd lijkt een beetje voorbij. Ja. Wat nu wel gebeurt, is gewoon dat je bij de laatste training, een dag voor de wedstrijd, dat de Sheik het trainingsveld opkomt en dat de trainer het al weet. Dan zegt die jongens, na de training nog niet weggaan, want de Sheik komt. Weet je, dan gaan we even praten. Soms moest je wel wachten, want we waren al klaar om 7:00 s'avonds. Ja. En dan komt hij pas 7:30, maar je kan niks doen. Iedereen staat gewoon zo. Ja, voor Tjaikie wachten we nog even. Ja, dan mag iedereen met plezier. Ja, ik blijf nog wel even. Wat gaan we het worden, jongens? Want iedereen zit al met elkaar te praten en dan komt hij aan. En dan doet hij een verhaal over de wedstrijd, hoe belangrijk het is. Maar aan het eind geeft hij ook een indicatie van een premie. Of weet je, en dan kan hij bijvoorbeeld zeggen, luister jongens, morgen als jullie winnen, €20.000 de man, netto, dit, dollar, sorry. Bij ons niet echt. Ja, dat is ook onze conclusie. Het werkt nooit. Ik heb het ook vaker meegemaakt in mijn carrière dat je dan voor de wedstrijd premie uitgeloofd krijgt voor als je wint. En eigenlijk bijna nooit gewoon. Nee, man. Nee, maar ik zeg je eerlijk, meestal werkt dat aan van rechts. Ja. Meestal maar het is een beetje plat, maar dan stel dat zou wel lukken, dan komt hij dan in een koffertje aanzetten of wordt het als het dan lukte, dan kregen we wel die envelopjes. Ja, ja en is dat 20.000 heb je een envelop. Dat is een plastic tas, denk ik. Die hebben wij nooit gepakt. Dat was dan tegen El Sando. Maar denk gewoon aan kleinere bedragen. 4, 5, 6.000 euro per gewonnen wedstrijd kreeg je dan in een envelopje. Gewoon in dollars, sorry. En waarom doen die Sheiks? Is het gewoon een hobby of is dat... status. Kijk, allereerst als ik heb over Qatar is klein. Volgens mij zijn 12 clubs in de competitie en alle sheiks, dus alle eigenaren van elke voetbalclub is wel bloedfamilie, zeg maar. Weet je? Mm-hmm. Die en die allemaal hebben ze gewoon een club en dat is eigenlijk gewoon een hobby. Gewoon een hobby. Weet je? Ja. Oké, zij verdienen geld als jij zo meteen naar Shell gaat. Ja. En je tankt
100 euro. Krijgen zij misschien 40% betalen wij Sandro Schenk weer. Waar? Indirect. En wat die Schenk, dat zijn over het algemeen de eigenaren van die clubs. En wat is hun invloed verder in die club? Ook op heel technisch weinig gebied, spelers, opstellingen. Hoe bemoeien ze zich daarmee? De echte Schenk, zeg maar, die echt alles. Echt de eigenaren zijn alles bepaald. Die zie je niet zoveel. Mm-hmm. Die zien wat ik dus zeg met zo'n belangrijke wedstrijd. Komt hij even het veld op, kwartiertje, doet hij zijn zegje. Dat ja. zit, maar voor de rest zie je ze niet veel. Het zijn echt allemaal mensen die onder hem heeft aangetrokken. Ja. Weet je, een technisch directeur, een manager die de boel moet runnen. Ja. Ja, maar het is echt een hobby. Ze willen van elkaar winnen. Deze eigenaar, wil winnen van die club. Ja. En ten koste van alles. Ja. Daar gaat het gewoon om. Er is meer. Net zoals dat wij van elkaar willen winnen met zaalvoetbal, hebben zij dat onderling, die Shaik. Ik heb een club, jij hebt een club. Die strijd daar is meer dan de strijd zelf van de competitie, denk ik. Bij voetballers natuurlijk de strijd om te winnen, kampioen worden of erin te blijven. Voor hun is maar dat. Achter de schermen is die strijd denk ik meer bij hun dan dat het bij ons is. Ja, vet. Ja, en Saudi-Arabië niet, hè? Kijk, Saudi-Arabië moet wel. Toen Saudi-Arabië is wel de competitie veel sterker, veel beter. Weet je, het is natuurlijk een heel groot land. Ja. En daar wordt echt heel goed, veel beter voetbal gespeeld dan Qatar. Ja, maar ik weet dat zij het echt super serieus nemen. Want zij hebben voor hun onder 21 team of zo, hebben ze Damien Hertog toen. Ja. Dus, Feyenoord jeugdtrainer geweest, hoofdjeugdopleidingen aangesteld. En die had echt, volgens mij hadden die echt een behoorlijk bedrag. Dan zaten ze gewoon het hele jaar in Spanje. En ik ken die teammanager die erbij heeft gezeten, Lex Stofkoper, die hadden echt gewoon mogelijkheden. Omdat ze dan het Europese, en dan gingen ze oefenen volgens mij tegen Manchester City en tegen, weet ik veel, Spaanse grote teams. Om maar een soort van dat Europese voetbal een beetje daarheen te brengen. Maar je gaat je echt verbazen. Wat ik zeg, echt heel veel dingen zijn echt heel professioneel. Professioneler dan hier, omdat er ook ruimte is financieel. Mm-hmm. Ja. Hier willen we ook natuurlijk alles doen, maar vaak zonder geld. Kan je heel veel dingen niet doen. Weet je, en daar. Je komt in de fysio-ruimte, je ziet er gewoon 4, 5, 6. Ja. Allemaal apart bedje. Misschien kun je fysio worden vader. Thomas heeft dus een fysio-diploma, maar hij wilde er nooit mee doen. Nee. En we maakten altijd een geintje over. Toen zaten we vorige week of zo, zaten we ergens, werd ineens gebeld en we zaten met z'n drieën. En toen hadden we zoiets van, waar gaat het nou over? Toen was er op een filmset in Rotterdam iemand geblesseerd geraakt en werd hij gebeld of hij even een enkel kon tapen. Nee. Ja, dat heb ik gezegd. Als je die film nog wil afmaken en je wilt dat het echt weer beter wordt, dan kan je beter iemand anders bellen. Je dacht eerst even dat je een bijrol kreeg. Ja, maar als fysio op de film zit opgeroepen. Ik had er helemaal niks van. Oh, ja. Ja, maar je bent wel officieel fysio? Ik ben afgestudeerd als fysiotherapeut, maar ik heb daar nooit echt iets meer mee gedaan. En in principe ben ik ook niet Maar in de praktijk kan je dus nog niks? Nee, ik heb wel, die kan wel. Ja. Nee, ik heb wel gewoon stage gelopen en dat heb ik wel allemaal gedaan. Dus dat. Enkels intapen kan wel dus. Ja, dat kan ik zeker. Dat is niet zo moeilijk. Alleen je moet veel kennis hebben. Je moet en dat vergaat wel een tijdje. Dus als ik dat weer wil doen, dan moet je dat allemaal bijspijkeren en zo. Daar heb je allemaal cursus voor. Maar dat ben ik dus niet van plan. Ook niet als er een mooie netto salaris. Ja, in Qatar misschien. Dat lijkt me wel zo mooi. Als jij vies. Misschien ga ik op LinkedIn. Qatar mogen ze me wel bellen. Ik ga op LinkedIn zo'n Sheikh zoeken. Ik zeg dat ik een goede Nederlandse fysio heb. Announce voor haar. Bij Al-Sat moet hij zijn. Al-Sat. Al-Sat. Announce voor haar. Medical. Leuk man. Alright. Ik denk dat we er doorheen zijn. Ja. We sluiten altijd even af met een paar aanraders. Je hebt huiswerk gekregen, Nasser. Wat geef je ons mee? Ja, ik heb wel een aantal mooie, eigenlijk twee mooie klassieke oude films. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie ze zelf hebben gezien. Ik ben benieuwd. Maarten is 27, die is nog van een andere generatie. Thomas misschien wel, maar echt oude, gewoon oude films, maar wel goed. Mm-hmm. Weet je? The Count of Monte Cristo. Ken ik niet. Zelfs Thomas heeft deze niet als gezien, Thomas, denk ik. Nee, okay, dat is wel, dat is, niet, nee, man. Dat is een primeur. Dat iemand een film vertelt die Thomas nog niet gezien heeft. Ik heb wel een film waarin dat boek heel erg naar voren komt. Maar dat, ja, The Count. Ja. Die moeten jullie zien. Vet. Gebaseerd op waar gebeurt het verhaal. Waar gaat het over? Hij komt vast te zitten en hij gaat ontsnappen. Zo, dat is wel gewoon... Geen spoilers. Ik ga niet te veel vertellen. Okay. Jullie moeten mij gewoon blind vertrouwen. Alle drie, hè? Ga deze film kijken. Okay. The Count of Monte Cristo. Ja. Ik denk de Shawshank Redemption heb je wel. Ja. Geweldig. En die is inmiddels heel veel overal tevoorschijn gekomen. Maar die andere is een verborgen pareltje. Die is verborgen, ja man. En qua muziek moet je gewoon BNR doen. Ja, wat is dat met... Jij luistert geen muziek, maar jij werd bij ADO werd jij meneer BNR genoemd. Ja. Ja, tenminste, Mike Haverkotten.
tweede keeper toen. Die vond het heel grappig dat een Marokkaanse jongen BNR les. BNR Nieuwsradio. Kom maar, Mr. BNR, hoe is het? Kan je die tune even doen van de BNR, die jingle? Ik zou het ook niet weten, man. Ik ben daar niet goed in, man. Maar ja, BNR staat altijd aan. Heb je favoriete presentator waar we naar moeten luisteren? Niet echt, man. Okay. Nee, niet echt. En ik luister het. Ik luister ook echt aandachtig. Ja. Maar ik heb geen idee wie aan het woord is of zo. En Wilfred Genee dan wel op vrijdag. Ja, die is overal. Rest, ja, die is echt overal. Ja. Leuk, man. Maar ik vind het heel interessant, vooral nu je ouder wordt. Het gaat heel vaak over vastgoed. Het gaat heel vaak over dat soort dingen waar ik zelf ook interesse in heb. Ja, en waar ik zelf ook in investeer. Dus dan is het wel leuk om te scholen tijdens dat je aan het rijden bent, jongens. Begrijp je? Dat is je krijgt les terwijl je bezig bent met iets anders. Pak mee in de RVB. Lekker, man. Lekker. Ja, toch? Ja, ik heb weer eens een boekie. Je hebt een reeks boeken, dat heet Elementaire Deeltjes. Is ook bij de Don in Rotterdam te vinden. Dat zijn hele dunne boekjes waar je over hele grote onderwerpen iets kan leren. Dus ik heb bijvoorbeeld een elementair deeltje gelezen over God. Over de islam heb ik eentje gelezen over ziektes. En dat zou ik iedereen echt willen aanraden. Dat je zoiets als over de islam is iets heel groots. En ik ben niet van plan om bijvoorbeeld de Koran helemaal te gaan lezen. Maar daar staan dan... je krijgt gewoon inzicht erin. En het maakt gewoon een hoop duidelijk. En het is dus heel makkelijk, want je bent er echt in een dagje doorheen. Dus de elementaire deeltjes. Oké. Wat waar kun je dat halen, de boekjes dan? Ja, bij eigenlijk alle goede boekenzaken wel. Okay. Maar de Donner in Rotterdam, daar weet ik, hebben ze een heel rek vol. Dus, Oké. Alright. Ik heb gisteravond naar Downfall op Netflix zitten kijken. Een documentaire. Dat gaat over een paar jaar geleden zijn er tot twee keer in een half jaar zijn er twee Boeing 737 Max zijn neergestort. En die documentaire die probeert een beetje te achterhalen wat daar is gebeurd, wat daar misgegaan. En dat blijkt nogal een beetje schandelijk verhaal te zijn vanuit Boeing. Die probeert eerst met een soort PR-campagne die piloten de schulden te geven. Die zouden niet bekwaam zijn en wat dan ook. Maar later blijkt vooral te gaan over, ze hebben zoveel concurrentie van Airbus, de Europese maatschappij, dat ze zijn gaan schrappen op veiligheid en dat ze nogal zijn gaan inleveren. En dat die concurrentie ging eigenlijk zwaarder wegen dan gewoon goede veilige vliegtuigen maken. Met een paar schandalige trucjes die ze daar uithalen. En dat was, ik vond het wel boeiend. Want het is echt gigantisch misgegaan. Eén keer in Indonesië en één keer in Ethiopië. Met hele nieuwe vliegtuigen. Downfall. De Downfall. Hebben ze het ook over die vliegtuigen gehad die nog steeds niet... Dus Maleisië is het volgens mij. Ja, die niet gevonden zijn. Nee, daar gaat het niet over. Nee, geloof het niet. Nee. Maar die vliegtuigen zijn ook een tijdje voor het eerst. Bijvoorbeeld dat de Amerikaanse president oproept om die vliegtuigen aan de grond te houden. Totdat duidelijk is waar het over gaat. En inmiddels vliegen ze weer. Maar er is wel iets lelijk misgegaan daar. En Boeing komt er niet goed vanaf. Oké. Mooi. Ik ga weer een aanrader doen die volgens mij ook weer heeft gedaan. Aflevering 3 van de Cholo. Ik ben wel begonnen trouwens. Hij is mooi, hè? Ja. Oké. Simeone, documentaire moet je kijken. Maar dat is niet mijn aanrader deze keer. Netflix? Nee, Amazon Prime zit. Okay. Maar nu een film zeg maar, die volgens mij hebben aangeraden toen hij in die bioscoop draaide. En nu staat hij op Netflix. Ornorm. Ornorm, ja. Een Franse film over een... Over een man die eigenlijk allemaal autistische kinderen opneemt in zijn soort van verpleeghuis. Ja. En dat zijn kinderen met echt de meest bizarre stoornissen die eigenlijk niemand anders wil hebben. Uiteindelijk blijkt zeg maar, dat hij de inspectie achter zich aan heeft, maar dat de inspectie niks kan doen omdat die kinderen anders gewoon geen plek hebben. En hij boekt verbluffende resultaten wordt prachtig neergezet door Vincent Cassel, mooie acteur, Franse acteur, goede acteur. Dus die zou ik gaan kijken. En hoe heet die nou? Ornorm. Ornorm. Staat in de beschrijving van de aflevering voor de luisteraars. En het moet natuurlijk eigenlijk met een liedje. Dus daarom kwamen we net bij BNR en Nasser. Die zei van ja, ik luister nooit muziek. Alleen radio. En toen dacht ik, ja, doe dan een nummer van de radio. Maar hij luistert dus alleen maar BNR en nieuwsradio. Dus dat schiet niet op. Dus ik dacht om een beetje in de sfeer te blijven, dacht ik dat we eruit moeten gaan met een liedje van Omar Suleiman. Mooi, ik denk niet dat je het mooi vindt. Nee? Maar het is een Syrische DJ. Ik heb hem ooit live gezien op Motel Mozaïek in Perron in Rotterdam. En die kwam dan binnen met zo'n rood-wit band, weet je wel. Ja, en dan, hoe noem je dat? Dat is eigenlijk dat witte gewaad. Ja, met zo'n rood-witte band. Echt vier gasten met zonnebrillen en die zo uitzien. En die gingen helemaal los. Dat was echt geweldig. Omar Suleiman. Weno Weno heet het nummer. Is dat Arabisch?
Welu, welu. Ja, het klonk als welu, welu, maar wat betekent het? Wenu? Ik zou het ook niet weten. Okay, misschien is het Syrisch, of ik weet het. Ja, kan. Was leuk, man. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. En het was ook leuk, man. Laten we, ja, tof. Laten we hopen dat je weer gaat schitteren. Ja, velden. Dat zou mooi zijn, man. Ja. Dat zou mooi zijn. Cool. Tabé. Is goed, man.